Nee, ik heb het dan zo opgelost. Nou, welkom hier in ons... Leuk hier zijn. Ja, doorknoppers, ondanks tegenslag heet dit. Dat is een citaat uit de nieuwjaarsspeech van jullie burgemeester. Jullie burgemeester. Je hebt Amsterdam aandachtig gelezen, bestudeerd. En gedacht, die kan je elk jaar gebruiken. Zo'n citaat, doorknokkers ondanks tegenslag. En wat ik erg fijn vind hier, dit is een stukje textielfabriek en dat wij hier als laatste arbeiders in de textielfabriek gewerkt hebben. Okay. Met onze teksten. Wij hebben hier vrij associërende dialogen met elkaar gevoerd op het papier. Dat heb je natuurlijk vaak in fabrieken, heb je zoveel geluid dat je eigenlijk niet met elkaar kan praten. Dat was natuurlijk ook een beetje het idee dat je met elkaar schrijft. En het is ook een soort WhatsApp avant la lettre, kan je wel zeggen. Ja. Het is ook onze manier van werken. We doen met z'n tweeën aan die tafel. En het is altijd een soort eindeloze dialoog wat we nou eigenlijk precies gaan doen. En eigenlijk daartussenin ontstaan vaak een beetje de werken. Het is niet heel... niet alles is gepland of zo. En eigenlijk hier ook. We gaan wel met een idee hier naartoe en laten ons inspireren door de plek. Maar volgens heb je ook gewoon nog heel erg het moment, zeg maar, dat we hier zitten. Nou ja, en dat is eigenlijk de lol, zeg maar. Dat is ook, hele andere manier omgaan. Je hebt natuurlijk altijd je dagelijkse dingen. En we hadden het er net al even over, heel erg je eigen gewoontes. En we proberen onszelf ook daarin, een beetje op het verkeerde been te zetten. In ieder geval te ontdekken wat er eigenlijk gewoon is of wat niet gewoon is. En Moet je gewoon naar heen lopen, gewoon naar die lijns van, waar zit dan hier? Ja. En waar zijn die opnames voor? Ja, ik kan niet terugpraten. Ik ben Jeroen Wiertz, ik ben lijsttrekker en fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Nou, direct denk ik dat we de inwoners van Almelo veel meer bij de besluitvorming moeten betrekken. En wij willen bijvoorbeeld wijkbudgetten, zodat mensen in de wijk bijvoorbeeld in een commissie samen kunnen besluiten over hoe dat budget besteed moet worden in hun eigen wijk. Nou, ons verkiezingsprogramma heet Kansen voor alle Almeloers. Dus we vinden dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen, gelijke kansen om mee te doen. En we hebben drie punten in het programma. Goed bestuur, goed onderwijs en een goed klimaat, dus duurzaamheid. Nou, het resultaat moet, maar dat zegt ons verkiezingsprogramma al, kansen voor alle Almeloers. Dus iedereen moet de kans hebben om mee te doen. Dus bijvoorbeeld meer mensen aan het werk. Dat zou het resultaat denk ik moeten zijn. En ook dat mensen tevreden zijn, meer tevreden zijn over de zorg die ze krijgen. Dat soort dingen. Dat soort dingen. En denk je dat het ook bereikt is na 4 jaar? Nou, natuurlijk niet helemaal. Hè, want wij hebben nooit volledige werkgelegenheid. Er zijn altijd mensen werkloos. Maar je moet proberen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. En daar gaan we voor. Last time.
Down in New Orleans, where everything is fine, all them cats are drinking that wine, drinking that mess to their delight. When they get drunk, start singing all night, drinking wine, booty booty, wine, booty booty, wine, booty, drinking wine. Pass that bottle to me. Drinking that mess to their delight. When they get drunk, start fighting all night, knocking down windows and turn out doors. Drink half a gallon and calling for more. Drinking wine, booty booty, wine, booty booty, wine, booty booty. Pass that bottle to me. Ik zat er niet echt mee. Woonde in Enschede. Ik maakte muziek. Iets anders wou ik niet. Eén scheiding te veel, de inboedel verdeeld. Maar heel netjes en beschaafd heb ik haar nog gevraagd: wil je koffie of zo? 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 Say you will when you won't. Say you do, baby, when you don't. Now let me know, honey, how you feel. I tell the truth, now is love real? But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Say you will when you won't. Honey, don't. Baby, and you ought to know, like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, no. Will that circle be unbroken by and by? Two, and one day we will win 3-2. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. Yes! Ik ben Edith van den Ham. Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Almelo voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Ik vind zelf dat het vertrouwen van de inwoners in Almelo in de gemeente en de gemeenteraad is heel, heel laag. Op het moment hebben de mensen niet het idee dat de gemeente echt wat voor ze doet. De vraagstukken die zij bij de gemeente en ook de gemeenteraad neerleggen, vinden zij niet altijd voldoende beantwoord. En dat is toch een thema wat ik heel graag zou willen oppakken om de inwoners van Almelo weer dichter bij de gemeente en de politiek te brengen. Ja, de VVD roept ook al de afgelopen 4 jaar en eigenlijk al wel langer dat het financiële boekje weer op orde moet zijn. Want enkel als we dat hebben, kunnen we ook andere keuzes gaan maken. En een van die keuzes, wat meteen onze nummer 2 is, is 2 uur vrij parkeren in de binnenstad. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar hard bevochten. Het is er helaas nog niet doorgekomen. Maar ook als we die financiën wat verder op orde hebben, dan zijn dat ook keuzes die we dan echt kunnen maken. De VVD gaat zich sowieso hard maken voor 2 uur vrij parkeren. Ja, dan wil ik toch die 2 belangrijke punten aanhalen. Ik hoop dat ik, doordat ik in de raad, of het college, maar de raad zit, in ieder geval VVD in het college, toch wat meer vertrouwen kan geven aan de inwoners van Almelo, dat we echt wel doen wat ook zij vragen. En het parkeerbeleid gaat op de schop. Het wordt spannend voor de vereniging Mens en Milieuvriendelijk Wonen Almelo. De deadline voor het wel of niet doorgaan van het woonproject De Hof van Heden is 1 april. Ze zijn er bijna, maar er moeten nog wel een paar gegadigden bij komen. Het belangrijkste is het karakter wat de groep mensen willen. Wij proberen heel nadrukkelijk te luisteren naar wat de mensen willen en het dan haalbaar te maken. Van heel veel CPO's hebben prachtige ideeën. Maar ze hebben niet de kennis om te kijken hoe het qua kosten en qua bouwen haalbaar kunnen maken. Nou, hier wordt het gewoon een heel duurzaam project.
Een levensloopbestendig project, maar ook een meergeneratieproject. Hier worden ook heel nadrukkelijk wat jongere mensen uitgenodigd om hierbij te komen. En centraal staat eigenlijk, zowel in Hof van Heden-Almelo als bij Knarhof, er is één centraal begrip en dat is noberschap. Dus in ons projectje let je een beetje op de buren. Je hoeft niet voor ze te zorgen, beslist niet. Maar je houdt zijn oogje in het zeil en je helpt als het nodig is. Heel nadrukkelijk proberen we 50 plussers en 50 minners door elkaar heen te krijgen. Als de groep dat wil en als de interesse er is. Want het is heel erg handig om ook over 30 jaar mensen te hebben die de dakgoot nog schoon kunnen maken. Wij werken met eigen technische diensten. We hebben onderhoudsarme woningen. Maar het is altijd handig om er een paar jongeren bij te hebben. En dat geeft reuring. En er is hier bijvoorbeeld ook plek voor woon-werkwoningen. Of mensen die iets bijzonders met een stoftoren willen doen. Die kunnen met ons in overleg, als ze een leuk idee hebben voor de stoftoren, een ondernemer of een jong gezin. En daar kunnen we dan een plek voor zoeken. En gaat het om huurhuizen of om koophuizen? Koophuis is zeker. Maar wij proberen nu ook als Knarhof met een eigen huurfonds de woningen zelf in de verhuur aan te bieden. Het bijzondere aan het project is dat het een CPO-project is. Dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus wij organiseren het zelf en we bepalen ook heel veel zelf voor zover dat financieel natuurlijk mogelijk is. Hoe groot is de kans dat dit project ook werkelijk van start gaat? Dat ligt aan vanavond, 22 februari en 22 maart. Wij hebben onszelf tot en met eind maart de tijd gegeven om te zien of er voldoende serieuze geïnteresseerden zijn. We hebben 30 woningen. Nou, en eigenlijk willen we meer dan 30 geïnteresseerden hebben. Van er vallen altijd wat mensen af. En dat proberen we de komende maand voor elkaar te krijgen. En we zitten nu al ruim boven de 20. Dus we zijn al een heel eind. Maar we zijn benieuwd naar de opkomst vanavond. En misschien hebben we nu al meer dan 30. Nou, dan gaat het helemaal de goede kant op. Dan gaat het door. Ik ben Arjan de Vries. Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in Almelo. Wat er absoluut moet veranderen in Almelo is de situatie waarin kinderen die in armoede opgroeien in Almelo zich bevinden. Dat is een situatie die wij onhoudbaar vinden. 1 op de 6 kinderen in Almelo groeit op in armoede. Ik wil dat dat absoluut verandert. Dus als je kijkt van waar willen wij over 4 jaar staan, dan moet die situatie drastisch verbeterd zijn. Deze periode hebben wij 3 speerpunten centraal gesteld. Kinderen heb ik al genoemd, kinderen in armoede. De 2 andere punten zijn de ouderen die in eenzaamheid in de wijken, achter de voordeur, in de straten, hun oude dag slijten. 1 op de 3 ouderen, moet je voorstellen, voelt zich sociaal of emotioneel alleen, eenzaam. En dat is iets in een Almelo die toch bekend staat om een soort heel eigen noberschap. Mag dat eigenlijk niet, dat rijmt niet met elkaar, dus dat mag niet gebeuren. Wij willen ook dat de sociale wijkteams op een heel andere manier de ogen en oren worden van de ouderen. Dat moet ik anders zeggen. Wij willen dat de sociale wijkteams, de wijkcoaches, ook het soort aanmeldpunt zijn dat zij gaan opsporen waar die ouderen zich bevinden. Het derde punt wat voor ons echt een ding is, is schone lucht. En daarmee bedoelen we eigenlijk een gezonde leefomgeving. Het is wat ons betreft 12:01. Als je kijkt naar hoe Almelo, ook door dit college gewoon niet opschiet. In het nemen van maatregelen, treffen van maatregelen. Bijvoorbeeld voor de opwekking van grote kleinschalige energie, waarmee we ook de beurs van de inwoners van Almelo kunnen laten meeprofiteren. Dus dat is, als je het hebt over duurzaamheid, schone lucht, is een punt waarvan wij vinden dat moet absoluut de komende 4 jaar geen haast krijgen, maar superhaast.
De gemeente Almelo en woningcorporatie Beter Wonen werken in het project Tussendoor samen om braakliggende terreinen te voorzien van een tijdelijke invulling. Op het terrein waar vroeger de textielfabriek van Bendien stond, is in 2013 een kunsttuin gerealiseerd. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van het werk van Antoni Gaudí als inspiratiebron. We kick it, y'all.
heeft